De scharrelkids van het IVN waren zondag op bezoek bij stadsboerderij Erven van Marle aan de Mooie Vrouwenweg. Het was het weekend van de nationale bijentelling, maar behalve bijen zagen ze nog veel meer. We hebben hier een boerderij en we hebben hier heel veel dieren. Ga ik eerst even vragen, hebben jullie al dieren gezien? Ja! Ja, ik heb varkens en geiten. Varkens heb je gezien. Geef een antwoord. Ja. Dat zijn schapen. Geen geiten. Die geschoren zijn. Dus ze lijken op geiten, maar ze zijn schapen. Volgens mij hebben ze nu wel een varkens. Ja. Zijn we er allemaal in? Ik kan zeggen dat er een beetje poep ligt natuurlijk, maar schapen poepen, hè, dat weet je wel. Ja. Ik heb niet meer een jakker. Ik heb niet meer een mooie truien gebreid. Nou, kijk eens. Zo, hou je rammetje vast. Ik ga kijken, maar ja. Goed zo, Sophia. Kijk even deze kant op. Mooi. Mekker. Voerbakje, dan geven ze een beetje voer, dan gaan ze eten en dan aan deze kant dan kun je ze melken. Een lekker melkmachine voor daar, zie je dat? Moeten we wachten totdat het ontputting blijft? We hebben hier lammetjes gezien en geuit en we hebben geleerd hoe je kaas maakt en we gaan straks nog naar de bijen. Na de kaasmakerij, de kippen. Ja. En? Koeien. En koeien, ja. Koeien. Oh, daar. En dan de bijen. Dat gaat niet doen, want als je dan de kaas overmaakt, dat vinden ze meestal niet zo leuk. Dan denken ze, hé, welke olifant zit daar in mijn porseleinkast? En dan nog een lekker glaasje welverdiende limonade.